De 25-jarige Ken Bogers werd vanmiddag herdacht bij het kasteel in Geldrop. Ken ging in maart een wandeling maken op een strand in Nieuw-Zeeland, maar hij kwam niet terug. Zijn vrienden hebben toen alarm geslagen, hij werd wekenlang vermist. Zijn ouders reisden naar het gebied af, maar vonden hem niet. De veldhovenaar werd deze maand doodgevonden in Nieuw-Zeeland. De familie van Bogers heeft gevraagd kleurrijke kleding te dragen bij de herdenking, omdat Ken van kleuren hield.